Hallo iedereen en welkom in een nieuwe video waarin ik eigenlijk met jullie eventjes wil de diepte induiken en een aantal zaken wil meegeven rond wat dat er gaande is, vooral morgen, maar de energie is al voelbaar en daarom dat ik ook op zondag een video opneem. Omdat als je gewoon wat de astrologie volgt en YouTube-video's bekijkt of post op sociale media, dan valt dat mij op dat er heel veel angst verspreid wordt ook rond de zonne-eclipse morgen en de donkere maan die morgen gaande is of die morgen staat te gebeuren. En voor een stuk is het ook een belangrijke gebeurtenis, zoals ik ook in een vorige video heb meegedeeld, is het de donkere maan van morgen een soort van afronding, een soort van geboortekanaal, waar het een aantal, een iets kleiner groep van het collectief doorheen gegaan is. Zeker als je de zwarte gevoeld hebt, zeker als het lastig geweest is, zeker als je op een andere manier nogmaals weer geconfronteerd wordt met schaduwen. Dat is gebeurd onder invloed van de planeet van Chiron. Chiron is de gewonde healer, of staat gekend als de gewonde healer. En de bedoeling daarvan was dat we eigenlijk nog dieper keken van wat is hetgeen waar we tegenaan liepen. Voor mij persoonlijk was het het opnieuw heel diep ervaren hoe dat we in de 3D, of hoe dat we, ook al leef je al in een hoger bewustzijn en ook al bij een eenheid, dat je nog steeds in een 3D-wereld leeft, waarin dat mensen nog heel vastzitten in die 3D-wereld en in structuren en systemen. En jou daarin als een soort van automatisme willen in meezuigen of verwachten van jou dat jij op dezelfde manier gaat gaan denken en leven en keuzes gaat maken en rekeningen op tijd betalen en bedenk het ook allemaal maar wat allemaal puur 3D is. En bij sommige mensen ga je dat al kunnen uitleggen. Zou je kunnen uitleggen van kijk, dat is hoe dat ik het aanvoel. Maar daarmee veranderen we natuurlijk nog niet het grote collectief of die grote systemen. En denk dan maar aan de banken, aan grotere bedrijven, aan school, aan de overheid. Dat zijn de eerste grote instanties dat ik nu heb. Maar eigenlijk ook nog, het doet mij ook denken aan iets wat in mijn persoonlijk leven gaande is. Mijn grootmoeder is niet gisteren, maar vorige week zaterdag in het ziekenhuis werd ze opgenomen. Ze is ook al 94 en ik voel dat ze ook echt op het laatste van haar termijn hier aan het lopen is en eigenlijk al onbewust zich aan het voorbereiden is op haar transitie. Maar dan zie je maar hoe dat ook het systeem rond de gezondheidszorg en rond de ziekenhuizen werken. Want dan geven ze haar bloedverdunners, waardoor dat ze eigenlijk onbewust en onbedoeld en eigenlijk niet voor haar hoogste goed, om het zo te zeggen, haar leven een stuk verlengen. Je zou kunnen zeggen, ja, Lindsay, maar ja, ja, oké, maar als ik zie wat dat met haar doet, dan doet het mij pijn om te zien dat ze door die systemen en door de mensen de regeltjes moeten volgen en allerlei dingen moeten doen. Dat zij niet op gewoon maar een rustige manier haar leven hier kan afronden. En dat is één voorbeeld van wat er gaande is en wat er heel duidelijk getoond wordt. Want er zijn nog duizend oneindig veel voorbeelden en ik ben er 100% zeker van dat je zelf ook wel heel veel voorbeelden gaat kunnen voor de geest halen. Maar let op dat je jezelf ook niet laat, ik zou zeggen, misleiden, beïnvloeden door de dingen die jouw aandacht trekken. Nu net nog meer is het super belangrijk om naar binnen te gaan en die verbinding met je hogere zelf, met je ziel te houden. Echt altijd constant vanuit je hart te gaan en je niet te laten meetrekken in angsten en in die systemen. Dit is net super belangrijk. En dan krijgen we ook onmiddellijk ook de kaart Soul Identity met Family. En dat is wat ik gisteren ook in mijn video zei.
Nu nog is het des te belangrijker om je te omringen met mensen die begrijpen waar je doorheen gaat. Die misschien nog niet altijd even goed of even ver staan waar jij staat, maar die tenminste ruimte kunnen houden voor de dingen waar je tegenaan gaat. En je zal ook merken dat doorheen dat pad, het is zo mooi om te zien welke kaarten eruit komen. Dat is de Strength kaart met telepathie en de Lovers kaart met union. Waarom? Omdat ook doorheen de transitie dat we nu maken naar, dus met de eclipse en de donkere maan, dat we ook veel meer die eenheid gaan zien. Eenheid aan onszelf, maar ook eenheid met andere dieren. Eenheid met de natuur, eenheid met alles om zich heen. En dat is een dat ik ook heel duidelijk heb ervaren in Portugal. De verbinding en de onvoorwaardelijkheid die er is. En gewoon jezelf, lekker jezelf kunnen zijn. Zonder schrik te moeten hebben dat anderen gaan reageren vanuit verwachtingen of vanuit ideeën dat er zijn. Dat gaat nog meer en meer in ons leven tevoorschijn komen. En ik ben ondertussen een ander dek aan het nemen. Aan het worstelen met mijn haar. Ook dat hoort erbij. En je gaat zien dat hoe meer dat we in staat zijn om die hogere energie vast te houden en om vanuit die hogere energie ons leven vorm te geven. Ook wanneer dat we, zoals ik ook gisteren gezegd heb, ook wanneer dat het lijkt dat de grond van onder onze voeten weggetrokken wordt, in de momenten dat we daarin ook nog standvastig kunnen blijven vasthouden, dat zijn de momenten waarop dat er een nieuw begin begint. Of zichtbaar is eigenlijk, want een nieuw begin is al lang begonnen. Maar het zorgt er natuurlijk voor dat we dus vanuit de eenheid in onszelf, dus waar we dan die vrouwelijke en die mannelijke energie gaan gronden, dat we leren om anders te kijken naar de wereld. Vanuit die eenheid te kijken naar de wereld. Vanuit een hogere visie, waarbij dat je wel de dualiteit nog ziet. Dus je ziet de twee kanten nog, je ziet de kanten op elke manier dat iets gebeurt vanuit een negatieve energie en iets vanuit een positieve energie. Maar je laat je er niet door leiden, of je kiest op een bewuste manier op welke manier dat je die energie gaat gaan gebruiken. En dat is net ook hetgeen wat ik ook eigenlijk wou zeggen met de energie van morgen. De energie van morgen hebben heel veel in zich om heel veel mooie dingen te gaan manifesteren, om heel veel dingen aan te trekken, om die kwantumsprong te maken naar een hogere tijdslijn. Maar dan mag je niet laten leiden door de schaduw en de angsten dat in het collectief weer geduwd wordt. Waarom? Omdat het net super belangrijk is dat we vanuit die hogere energie standvastig blijven de weg wijzen, standvastig blijven leiden van kijk, dat is waar we naartoe gaan. Dat is pad, ook al is schobbelig en ook al in de steentjes, waardoor je voet pijn doet. We blijven gewoon gaan. En we laten ons niet leiden door de mind die constant controle wil nemen of die constant wil gaan voorspellen van ah ja, maar ja, als we dat doen, dan en dat komt. Nee, we leiden. We gaan in dat vertrouwen. We vertrouwen op het grotere geheel. We vertrouwen op de grotere visie. En van daaruit creëren we dan die nieuwe wereld. Die nieuwe realiteit, de nieuwe dimensie eigenlijk hier op aarde. En dan is ook het moment waarop dat we ook in connecties, in diepe zielsconnecties eigenlijk, die eenheid gaan creëren tussen mannelijke en vrouwelijke energie. Dus tussen twin souls, tussen tweelingzielen, tussen high soulmates, als je geen tweeling van bent. Maar omdat net, en dat is hetgeen dat we ook ervaren in Portugal tussen ons drie, er was een eenheid, er was een bepaalde eenheid. En dan zou je kunnen zeggen, ja, maar drie is geen, er is geen evenwicht. Ja, toch wel. Het maakte ons niet uit als er één iemand alleen zat of één iemand alleen eventjes liep of wat dan ook. Er was altijd een hele mooie dynamiek tussen ons. Een hele mooie verschuiving. En dat was wel mooi om te zien en opnieuw weer om te ervaren wat allemaal mogelijk is wanneer dat je nu in ons geval met drie mensen in een hoger bewustzijn geankerd bent en vanuit dat hoger bewustzijn je leven leidt en leven vormgeeft en keuzes maakt en een business neerzet en een missie vormgeeft.
We kregen dan ook de wereld met het einde van een hoofdstuk en de Ace of Swords, maar omgekeerd met a lack of ideas. Oké, wat is de boodschap hier rond? Ja, oké, ik hoor het. Dus wat zeggen ze? Dat heel veel mensen eigenlijk niet goed weten waar dat het heen gaat. Ze hebben geen visie. En dat maakt dus dat ze geneigd zijn om dan te gaan luisteren naar anderen van dit gaat gebeuren en dit zal gebeuren en dat en de wereld zal vergaan en blablabla. Bla, bla. Maar eigenlijk moeten we focussen op de liefde. De ene echte zuivere waarheid is onvoorwaardelijke liefde. En wanneer je keuzes maakt vanuit die onvoorwaardelijke liefde, dan ga je die mensen die opportuniteiten, die kansen aantrekken, die een weerspiegeling zijn van die energie, van die onvoorwaardelijke liefde, van die eenheid. En dus, wanneer dat je wilt gaan regeren, wanneer je liefde wilt gaan vormgeven, vanuit de puur enkel alleen maar vanuit de mind, dan mis je heel veel belangrijke stukken in je manifestatieproces. En dat zijn ook dingen dat ik uitleg in de cursus of in de training manifesteer met elementen. Dus als je dat nog niet gevolgd of bekeken hebt of in huis gehaald hebt, dan zou ik zeggen, doen. Het is de ideale tijd ervoor. Oeps, wat vroeg eruit. Wat kregen we? The Fool Only Fools Rush In. Mijn Paceup Cup Broken Dreams. Ja, waarschijnlijk omdat die een of iemand dat heeft, zo het idee van, ja, maar waarom zou ik die cursus nu aankopen? Ik heb al zoveel gevolgd over manifesteren en zoveel over de wet van aantrekking. En het, voor mij lijkt het precies niet te lukken. Wel, de antwoorden daarvan ga je vinden in de training en de cursus. En als je die nog niet, dat volgende niet gevolgd hebt en je hebt gedaan wat erin staat, dan mag je mij altijd een mailtje sturen. En dan kijk ik wel met jou mee wat dat eigenlijk, wat dat erin is, waardoor dat je inderdaad nog lijkt niet te manifesteren. Dus ik zou zeggen, volg die honger naar meer kennis, naar meer wijsheid. Want het is een teken dat er inderdaad daar iets is. Die, en ik, kijk, we kregen de Empress, de Emperor, a loving it changed and a pre-manifest. Als dat geen mooi teken is. Dus de pre-manifest is eigenlijk dat je in de fase zit, bent van het manifesteren van je wensen en je dromen. Waaronder een prachtige, liefdevolle uitwisseling tussen een mannelijke en een vrouwelijke energie, tussen twee zielen. En het mooie eraan is dat zowel de Divine Feminine als de Divine Masculine in dit deck allebei in het rood gekleed zijn. En de Divine Feminine is zelfs zwanger. Dus het is super, 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 super mooi. En je gaat zien wanneer je die eenheid ook meer brengt, dat het leven niet meer zo onverwacht lijkt te verlopen. Dat het niet meer zo chaos is. Omdat je in de chaos die visie nog hebt. Je weet waar je heen gaat. En op die manier ga je dan eigenlijk ook de harmonie in jezelf meer en meer gaan herstellen. Wat krijgen we nog? Release limiting beliefs. Dus laat alle beperkende overtuigingen los. Ja. En laat gewoon de mind ook los. De mind is een onderdeel van je manifestatietool. Maar dat is niet degene die aan het stuur staat. Dat is jouw ziel. Ook je emoties zijn niet degene die het sturen. En wanneer je dat allemaal begrijpt, dan ga je ook zien dat je doorheen deze transitie morgen, die eigenlijk nu al een stuk gaande is, omdat het eigenlijk een periode van 2 weken is. En dan eigenlijk volledig afgerond is met de volle maan op het einde van deze maand, om eerlijk te zijn. Dan ga je ook in het fysieke merken dat er sprake is van een nieuw begin. Maar je mag het niet aanvliegen vanuit de mannelijke energie. Dus nu is het belangrijk om in te tappen op die vrouwelijke energie, van je intuïtie, je gevoel. En om eigenlijk je mind het zwijgen op te leggen, om van daaruit dan te zien wat dat de strategie is dat je ziel gekozen heeft. En niet de strategie te kiezen wat dat jouw mind kan bedenken. Want dan kies je eigenlijk ook niet voor een hogere tijdslijn, om eerlijk te zijn. We zien met welke vlammen dat we morgen zouden kunnen werken. Zo ook, als je nog niet weet wat dat de universele vlammen zijn, dan kan je luisteren naar de playlist die hier op YouTube gratis beschikbaar is. Heb je dat wel al gedaan, dan nodig ik je uit om het programma Universele Vlammen te volgen. Omdat je daarin ook initiaties krijgt, dus een soort van inwijding. Of eigenlijk eerder zijn het, ik zou het eerder activaties noemen, de transmissies. Waarin je een overdracht krijgt en ontvangt van de vlammen. En wat krijgen we? Aartsengel Raphaël met cleansing, dus met reinigen. Dus morgen is het superbelangrijk om je energie te reinigen. Misschien ook de energie in je huis, je woning,
je website, je rekeningen, alles die met jou verbonden is. Dus zelfs sociale media, dus echt alles te gaan reinigen. Aartsengel Zapkiel met Compassion. Dus zie ook de compassie in anderen. En dat is de oranje-geel-rode kleur. En Raphaël met Cleansing was de groene kleur. En we krijgen ook nog Jophiel. En dat is niet zomaar, want Jophiel is ook verbonden met gedachten. En daar krijgen we Liberation, dus vrijheid. Er staat ook een Amerikaanse adelaar op. En de kleur is hier diamanten in combinatie met geel-oranje. Zo, dat was nu. Ik ga het hierbij laten. Zoals beloofd ga ik in de loop van de week, ik kan niet zeggen wanneer, maar ga ik nog een transmissie opnemen, zodat je ook van thuis uit kan verbinden met de tempel van de Ascensie dat we geankerd hebben in Portugal. De nieuwe tempel van Ascensie, moet ik eigenlijk zeggen. Want er was al één, maar die, dat was zeg maar, wat verouderd. Niet meer aangepast aan de huidige energie. Zodanig dat je dan vandaar ook op die manier nog extra gebruik kan maken van de vlam van essentie energie. Voilà, dat was het voor nu. Ik wens je alvast een fantastische week. En ik zou zeggen, focus op jezelf en alles komt in orde.